Kent je het, zo kattenvals zingen in de douche? Zalig, hè? Maar waarschijnlijk niet echt geschikt voor het grote publiek. Florence Foster Jenkins die kon dat niks schelen en die trad op voor volle concertzalen terwijl ze eigenlijk echt niet kon zingen. Waarom? Ik zal het je vertellen. Florence Foster werd geboren in een rijke Amerikaanse familie in 1868. Al van in haar jeugd deed ze niets liever dan optreden. Ze was 7 jaar en kon best goed piano spelen. Daarom mocht ze op evenementen vaak optreden voor publiek. Eén keer kwam de president zelfs naar haar kijken. Toen ze wat ouder werd, wilde ze muziek gaan studeren in het buitenland, maar het mocht niet van haar papa. Dus trouwde ze in de plaats maar met een zekere Frank Jenkins. Geen goed idee. Een jaar later gingen ze al uit elkaar omdat Florence syfilis had opgelopen van Frank. Ouch. Op de koop toe bezeerde ze haar arm en verloor ze alle hoop op een professionele pianocarrière. Het zat er echt niet mee. Rond haar 40ste verhuisde Florence naar New York. Ze leerde daar de knappe, jonge acteur St. Clair Bayfield kennen, met wie ze een relatie begon. Hetzelfde jaar stierf haar vader en Florence kreeg een grote erfenis. En toen verloor ze een beetje de pedalen. Want met haar nieuwe rijkdom begon ze zich te mengen in de rijke kringen van New York. En ze begon ook zanglessen te nemen, want ze had opeens de ambitie gekregen om operazangeres te worden. En dat terwijl ze eigenlijk echt niet kon zingen. Erger nog, ze zong kattenvals. Ze kon geen toon houden, ze had geen ritme en geen ademcontrole. Maar niemand durfde haar dat te vertellen. Niet haar vriend St. Clair en zelfs niet haar privéleraar. En Florence die dacht dat het allemaal geweldig was. Het is echt zielig eigenlijk. Toen ze echt optredens wilde gaan geven, kreeg ook niemand dat uit haar hoofd gepraat. Ze gaf privévoorstellingen uitgedost in de bizarste kostuums. De mensen vonden het natuurlijk geweldig. Het was zo vreselijk dat het grappig was. Zeg nu zelf, daar zou je toch ook naar gaan kijken. Florence bereikte op den duur echt cultstatus. Mensen wilden per se gaan kijken om te lachen. Omdat de vraag zo groot was, besloot ze op haar 76ste om haar eerste grote concert te geven in de beroemde Carnegie Hall. 3000 tickets waren direct uitverkocht en het was een soort van succes. Mensen werden hysterisch van het lachen en niemand had al ooit zoiets gezien. Omdat dit geen privéfeestje meer was, waren er ook critici aanwezig in de zaal. En die waren kritisch, want de volgende dag stonden de kranten vol met negatieve recensies. Och, arm Florence. 5 dagen daarna kreeg ze een hartaanval waar ze niet meer van herstelde. Ze stierf een maand later. Nu is de vraag, waarom bleef Florence zingen terwijl iedereen er altijd uitlachte? Er zijn een paar theorieën. Heel waarschijnlijk wist ze zelf niet hoe slecht ze eigenlijk was. Vermoedelijk was ze half doof doordat ze syfilis had, weet je nog? Het kan ook zijn dat Florence het wel wist, maar dat ze gewoon bleef zingen omdat ze het zo leuk vond en het geld opbracht. In elk geval, chapeau voor haar dat ze toch haar passie bleef volgen. Want in haar eigen woorden, mensen zeiden misschien dat ze niet kon zingen, maar niemand kan zeggen dat ze niet zong.